dit ding waarop we helemaal niet stabiel. Oh joh, wij zijn zo blij vandaag. We zijn weer terug, man. Hey, we gaan weer lekker reizen, vloggen. Helemaal weer terug, man. Na 9 maanden. Besef, 9 maanden Aussie. En nu richting Hawaii. Ik ben zo blij. Ik kan het nog niet beseffen, man. Nee, man. Maar we hebben er zin in en we gaan jullie weer lekker meenemen. Bedankt voor het kijken en dat jullie nog steeds blijven kijken. En ja, we zien jullie weer terug in Hawaii, man. Aloha. Kijk, Lilo en Stitch. We zijn aangekomen. Hoe gek is dit? Deze airport is gewoon buiten. Even op zoek naar onze auto. Is het deze Mustang, denk ik? Nee. Dit wordt onze waggietje, man. Deze hier. Dit is onze auto, slaapplaats, alles in één. Zo, we hebben net boodschapjes gehaald en we gaan dit helemaal omtoveren tot een goede slaapplek. Toch? We gaan ons best doen, man. En onze luxe hotelkamer is helemaal af. Ben je blij met het eindresultaat? Ja, ik ben zo moe. We hebben 10 uur gevlogen. En wat nog meer, 10 uur gevlogen. Niet geslapen heel de nacht. Slecht gegeten vandaag. Slecht gegeten. Oh, dus we gaan zo meteen zo lekker slapen. Lekker. Hawaii is normaal echt duur. En slapen is hier $80 of zo per dag in een hostel. En nu hebben we gewoon een auto gehuurd, is $50 en bespaart ons echt heel veel geld, man. Na een lange dag gaan we even lekker eten, man. En hierna gaan we een slaapplek zoeken. En vanaf morgen begint het allemaal, hè, meisje? Ja, man. Heeft echt zin in. Hoe gaat het met je jetlag? Kapot, vriend. Eten en slapen. Na heel lang zoeken hebben we eindelijk een parkeerplek gevonden. We hebben onze auto geparkeerd en we gaan nu eindelijk slapen, man. En voor de mensen die denken, jullie slapen in een auto, dat is toch niet lekker. Ik lig zo lekker. Ik kan gewoon helemaal gestrekt liggen en ik heb gewoon ruimte. 5-sterren hotel, vriend. Op straat is dit. We hebben weinig nodig, joh. Heerlijk, man. Tot morgen, jongen. We zijn vandaag lekker op pad. We hebben lekker geslapen in de auto. Hoe vond Heerlijk. Je het? Heerlijk. Het was echt sweetie, man. Mensen denken misschien... Ojo, wat ga je in de auto slapen? Maar ik heb echt sweetie geslapen. Ja, maar was erg lekker. We gaan vandaag een glijbaan opzoeken die je eigenlijk niet mag betreden. Midden in de jungle, dus ik ben benieuwd mannen voor de komen. Maar ja, je kent ons hè? We gaan het gewoon doen. Gaat het? De ding waar we op lopen is helemaal niet stabiel. Oh my god. Maar we got this, we got this. We zijn alweer wat, 30 minuten aan het lopen. En we weten niet eens als we goed lopen. En Elise is padvinder geworden, want als hij voetstappen ziet, dan denkt hij, hey, er zijn mensen geweest. We zijn al zo hoog en volg dit. We zijn gewoon in de wolken. Je ziet gewoon helemaal niks meer. En als je hier naar beneden valt, ik weet niet waar je uitkomt. En deze Kaverdiaanse padvinders gaan nu deze cave in hier. En besef, ik doe het gewoon helemaal met blote voeten, hè? En dan daar aan het einde is, als het goed is, een glijbaan, man. Kapot donker. Oh, jongens. Waar is jouw zaklamp? Hier, boven. Oh, ja. En dit is gewoon de tunnel waar we doorheen moeten. En horen jullie het water? Man. Oké, okay, jongens. Ik lach, maar ik ben kuilenbang. Mikado, ik zie lichten aan het einde van de tunnel, jongens. Oh my god. Zie je het licht, jongens. Hoi, joh. Dit is het niet. Oh, no. Wat? Oh, hè? Oh nee, dit is het. Die moeten nog verder. Oh my god. Licht! Ja, nee. Dit was echt eng! Oh my god, dit is nog eng, joh! Oh, yeah.
We nemen tenen. Wow. Oh, yo. Letterlijk licht aan het einde van de tunnel. Alright, man. En net waren we hierin. Wat nog een tunnel? Yes. Yes. Oh my god, we zijn er, jongens. Oh mijn god, zeg. Ik ben zo blij, hè. Laten we kijken hoe hoog dat ding is. Is die hoog? Is die moeite hoog? Mensen hebben het ding hier achtergelaten. Oh ja, oh mijn god, dit is echt lauw, man. Oh my god. Gewoon een natuurlijke glijbaan. Glijbaan, ja, man. Hé, hey, zouden jullie dit ook doen? Of hebben jullie zoiets van, nee man, dit ga ik eigenlijk niet doen. Maar nu moet hij snel omhoog klimmen om te glijden. Kibasa, baby, kibasa. Come on, trainen, come on. Ik ga echt stuk, man. Kom! Kom! Ja! Hey jongens, het was dus echt niet slim. Ik stond hier, maar Ili kwam gewoon kapot hard aan. En wat gebeurde er? Ik werd helemaal nat met de camera. Dus man. Daar gaat ze, daar gaat ze, daar gaat ze! Hey! Hoe was die? Hij gaat snel, hè? We hebben het gewoon gedaan, man. Box, hey, deze trail was... Het was echt para, maar het was echt moeite waard. Deze was echt taai, man. Was ook best wel eng, maar... Dit was echt een to-do. Ons to-do-listje, man. Oké, we gaan nu een slaapplek zoeken weer. Eerst ook eten. Oh ja, nog eten en dan een slaapplek zoeken weer. En nu gaan we lekker in onze slaapkamer slapen. Het is echt een lauwe plek waar we nu slapen, man. We laten jullie morgenochtend even zien. Ja. Maar we hebben een leuke dag gehad. We zijn moe. En we out. Hier worden we dus gewoon wakker. Kijk hoe mooi. Aloha! We gaan dus nu naar de Black Sand Beach. Maar we moeten eerst nog een uurtje lopen. Maar kijk daar in de verte. Super mooi, man. Maar ja, let's go. Uurtje wakker. We zijn er, man. Dit is echt bizar. Gewoon zwart. Zwart zand. Ik had ergens gelezen dat dit met lava te maken heeft. Ik denk het ook wel, man. Wat vind je van een bloemetje? Ik zie een bloemetje niet. Jij is de land. Hallo! Zo te zien hebben we ons poncho aan. We hebben echt slecht weer, man. We hebben Black Sand Beach verlaten. We gaan nu naar een gekke waterval. Maar we hebben echt kut weer vandaag, man. Dus poncho's aan en... Go! Kijk hoe mooi, jongen. Mooi, hè, Boef? Echt mooi. Dan zei je echt veel liefde. Even een break na al dat regenen en die mooie waterval. Een lekker lunch in onze woonkamer / eetkamer hier op straat. We zijn nu in Hilo trouwens. Dus ook zo'n grote stadje. Ja. We zijn nog steeds in Hilo. Er is hier niet echt veel te doen eigenlijk, man. En we hebben een klein dilemmaatje, man. We wilden morgen naar de vulkaan gaan. Maar die is als het goed is gesloten, want... Je ziet geen vulkaan of zo was het, toch? Nee, je ziet geen lava. Je ziet geen vulkaan. Je ziet geen lava, man. Dus een klein dilemmaatje, man. Dus ze hebben een soort van gesloten of zo. Gevaarlijk. Dus. Even kijken wat we morgen dan gaan doen. Of we gaan gewoon, of we moeten het helaas skippen. Ik hoop het niet. Ik ook niet, man. Onze outfitjes aan, want vandaag gaan we Jalisa de nachtmerrie uit.